En het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan Suriname kan eindelijk doorgaan. Dit zei minister Albert Ramdin van International Business en Internationale Samenwerking vandaag op een persconferentie. Dit bezoek heeft specifiek een bilateraal karakter. Dus in dat opzicht is dit het eerste bilaterale werkbezoek dat een president van dit grote Zuid-Amerikaanse land zal brengen aan Suriname. Het is ook het eerste buitenlandse bezoek op dit niveau dit jaar voor de president van Suriname. Dus in vele opzichten een mooi moment voor het land. Ik zei al dat dat het eerste aspect is, de bilaterale samenwerking. Het tweede aspect heeft te maken met het feit dat we zitten in dezelfde geografische ruimte, maar deze geografische ruimte, als u wilt, de Guyana Shield, het Guyanese schild. Er is zoveel gaande in dit gebied in termen van veiligheid, in termen van verkeer, in termen van economische potentie. Ook president Mohamed Irfan Ali van Guyana zal op 20 januari voor enkele uren in Suriname zijn om het speciaal overleg dat gepland is voor de drie staatshoofden bij te wonen. Over de afgelopen maanden is er veel contact geweest met Brazilië. Ik heb zeker twee keer fysiek met de minister van Buitenlandse Zaken. Het zijn twee verschillende ministers geweest, er is een wisseling van de wacht geweest daar op het ministerie, maar met beide ministers fysiek gesproken. De eerste keer hier in Paramaribo, toen we zeg maar het bilaterale traject, de samenwerkings tussen de beide landen hebben besproken in detail. En daarna een bezoek van mij aan Brasilia, waar we met de collega die ook mee zal komen tijdens dit bezoek zullen praten, hebben gesproken over een stukje samenwerking op een aantal nieuwe gebieden. De Braziliaanse presidentiële delegatie zal bestaan uit ongeveer 500 personen. Daarnaast komen er 40 mensen die de voorbereidingsmissie moeten uitvoeren. Met de Guyanese president zal een wat kleinere delegatie meereizen.